Natuurlijke middelen om een slechte adem te bestrijden. Natuurlijke middelen om een slechte adem te bestrijden. Citroensap is een van de meest doeltreffende middelen om de zuurtegraad van het speeksel onder controle te houden. Het bestrijdt ook de bacteriën die een slechte adem veroorzaken. Een slechte adem is een symptoom dat erg veel voorkomt. Het geeft mensen een gevoel van onzekerheid en kan zelfs problemen met het zelfvertrouwen veroorzaken. Dat komt omdat het een invloed heeft op de mensen om ons heen. Daarom is het belangrijk om een slechte adem te bestrijden. Bij dit symptoom komt er een onaangename geur uit de mond. Bijna altijd wordt het door een bacteriële infectie veroorzaakt of omdat voedselresten tussen je tanden zijn blijven zitten. Gebruik elke dag tandpasta en mondspoeling. Die middelen helpen om de geur te neutraliseren. Maar soms zijn er andere soorten remedies nodig om het probleem aan te pakken. Gelukkig bestaan er enkele natuurlijke ingrediënten die dit probleem bij het ontstaan onder controle kunnen krijgen. Bovendien voorkomen ze dat het terugkeert. Want ze bezitten een aantal eigenschappen die een effect hebben op dit symptoom. In dit artikel stellen we je 7 drankjes aan je voor. Drink deze middeltjes om een slechte adem te bestrijden en je zal snel merken dat het probleem vermindert. Laten we de remedies eens bekijken. 1. Natuurlijke yoghurt om een slechte adem te bestrijden. Een van de beste keuzes is natuurlijke yoghurt met probiotica. Het zal je helpen om een slechte adem te bestrijden en andere mondproblemen aan te pakken. Deze levende culturen zullen de zuurgraad in je mond regelen. Tegelijkertijd verminderen ze ook de ontwikkeling van bacteriën en van te veel zuur. Natuurlijke yoghurt is ook een ideaal middel om maagproblemen onder controle te krijgen. Want die zijn een van de oorzaken van een slechte adem. Yoghurt helpt immers om je vertering te verbeteren. Wat moet je doen? Eet een halve kop natuurlijke yoghurt als ontbijt. Je mag er alleen maar een stuk fruit bij eten. Doe dit nog eens in de middag. Zwarte thee. In zwarte thee zitten polyfenolen. Die bestanddelen helpen bij een slechte adem. Want dankzij hun aanwezigheid heeft deze thee het vermogen om de slechte geuren in je mond aan te pakken. Deze antioxidanten vertragen de groei van schadelijke bacteriën. Tegelijkertijd reinigen ze de mond beter omdat ze ook de moeilijk te bereiken plaatsen behandelen. Welke ingrediënten heb je nodig? 1 eetlepel zwarte thee, 1 kop water. Wat moet je doen? Breng het water aan de kook. Zodra het kookt, voeg je de zwarte thee toe. Laat het dan 10 minuten trekken. Drink het bij het ontbijt. Herhaal dit dan na de lunch. Citroensap. Je kan gebruik maken van het natuurlijke zuur in citroensap. Het is een goed hulpmiddel om mondinfecties en een slechte adem te bestrijden. De eigenschappen van dit sap houden de zuurgraad van je speeksel onder controle. Bovendien stimuleert het de verwijdering van microben die de slechte geuren en ziekten veroorzaken. Welke ingrediënten heb je nodig? Het sap van 1 citroen, 1 2 kop water. Hoe gebruik je dit middeltje? Pers de citroen en meng het sap met een halve kop warm water. Gebruik dit drankje 2 tot 3 keer per dag om te gorgelen. Eventueel kan je bij het ontbijt een kop water met citroen drinken.
peterselie-thee. Dit is een middeltje dat veel mensen gebruiken. Ze kauwen op een peterseliestengel om een slechte adem te bestrijden. Maar het drinken van peterselie-thee werkt doeltreffender om dit onaangename probleem aan te pakken. Dit drankje werkt reinigend en bezit antioxidante eigenschappen. Daardoor draagt het bij tot de verwijdering van afvalstoffen. Want dit soort afval heeft altijd een invloed op het voortdurend terugkeren van deze aandoeningen. Welke ingrediënten heb je nodig? 1 eetlepel peterselie, 1 kop water. Wat moet je doen? Kook het water en voeg de peterselie toe. Laat het dan 10 minuten trekken. Zodra de thee is afgekoeld, kan je het drinken. Drink deze thee 3 keren per dag. Pepermuntthee. Ook pepermunt is een plant die heel handig is om een slechte adem te bestrijden. Je kan het ook gebruiken om de symptomen van infecties van de tanden en het tandvlees te behandelen. Pepermunt bezit antibacteriële en ontstekingsremmende eigenschappen. Dankzij deze vermogens is het een nuttig middel om de mond beter te reinigen. Welke ingrediënten heb je nodig? 1 eetlepel pepermunt, 1 kop water. Wat moet je doen? Voeg een eetlepel pepermunt toe aan een kop kokend water. Laat het drankje dan afkoelen, zeef het en drink het op. Drink deze thee 2 keer per dag. Appelazijn en water. De natuurlijke zuren in appelazijn zijn krachtige antibacteriële actieve bestanddelen. Ze helpen om je mond te reinigen en halitose of ademgeur te voorkomen en te behandelen. De actieve ingrediënten in appelazijn regelen de zuurgraad in je maag. Ze doen ook de overmatige productie van zuren dalen. Welke ingrediënten heb je nodig? 1 eetlepel appelazijn, 1 kop water. Wat moet je doen? Warm het water op en voeg de appelazijn toe. Drink dit middeltje bij het ontbijt. Kamillethee. Kamillethee is erg nuttig om een slechte adem te verminderen. Dit is vooral waar wanneer de slechte adem een gevolg is van leverproblemen of bacteriële veranderingen in je lichaam. Dankzij zijn reinigende eigenschappen verwijdert het de gifstoffen die opgeslagen zijn in het bloed. Ook dit zal de reiniging van de lever ondersteunen. Het meest interessante aspect van kamillethee is dat het ontstekingsremmend werkt. Als gevolg daarvan zal het dus tandpijn en pijn in het tandvlees verminderen. Wanneer je te maken hebt met mondinfecties, krijg je last van dit soort pijn? Welke ingrediënten heb je nodig? 1 eetlepel kamillebloemen, 1 kop water. Wat moet je doen? Kook het water en voeg de kamillebloemen toe. Laat het dan 10 minuten trekken. Daarna moet je het filteren. Drink de thee 3 keer per dag. Probeer jij om dit vervelende probleem aan te pakken? Kies dan een van de drankjes uit dit artikel. Drink het regelmatig en profiteer van alle voordelen. Je moet er wel rekening mee houden dat dit drankje alleen niet voldoende is. Maak er een gewoonte van om een goede mondhygiëne te onderhouden.